Ja, Myron. Ik denk dat je wel weet waarom je hier zit, hè? Ja. Ja, eigenlijk wil ik hun gezicht niet echt zien, maar ik zie het al te vaak. Maar... Heb je de vorige aflevering gekeken? Ja, ik heb het gezien met Owen. Nou, je kunt hem nu terugpakken. Ik zal nog heel even kort uitleggen. Ik stel je iedere keer een vraag. Mm-hmm. En dan moet jij dus een van die twee jongens moet jij omhoog houden. Ja. Dan zal ik beginnen met de eerste vraag. Wie is het meest ijdel? Ja. Vertel. Ja. Er zijn genoeg voorbeelden. Ja, ik kan sommige ook niet zeggen, maar genoeg voorbeelden waarin Owen laat zien dat hij toch wel van ons drie denk ik het meest ijdel is. Staat hij het langs voor de spiegel? Ja, dat sowieso. Kel en ik niet echt, terwijl Kel wel het meeste haar heeft, zeg maar Owen is echt wel echt, staat wel echt het meest voor de spiegel, ja. In het kader van ijdel zijn, wie zit er het meest op Tinder? Op Tinder? Doen we alle drie niet. Nee. Oh, safe? Nee, doen we alle drie niet. Kel sowieso niet, Kel heeft een vriendin en Owen en ik hebben dat niet nodig, denk ik. Ja, vooral in deze coronatijd, je ontmoet natuurlijk helemaal niemand. Het gaat via Instagram tegenwoordig, hè? Veel. Het gaat via Instagram tegenwoordig, ja. Wie is het meest romantisch? Ja? Ja. Hoe weet je dat? Hij heeft nu denk ik 2,5 jaar een vriendin. We zijn alle drie niet echt romantisch, maar zeg maar, als ik iemand moet kiezen, is hij het denk ik wel, omdat hij zeg maar, ook wel moet, denk ik. Wie kan het best koken van de twee? Ja? Ja. Wat kookt hij zoal? We eten best vaak bij hem thuis. Dan is het gewoon of hij maakt een nasi of een rijst. Maar hij maakt het wel gewoon heel lekker, heel Surinaams. Dus dat is wel top. En Owen, die kan niet koken? Nee, moet je niet aan beginnen, denk ik. Ik denk dat hij alleen ei kan maken. Voor de rest niet zoveel. Wie kan het beste auto rijden? Ja? Dat is gewoon een mafkees. Ja, dat is gewoon een mafkees. Is gewoon een mafkees, ja. Zal ik verder maar niet over doorvragen dan, nee, denk ik? Nee, moet je niet. Wie gamet er het vaakst? Ik game het vaakst met hem, dus ik denk Kel. Je game ook samen met Kelvin? Ja. Wat doe je dan? Call of Duty spelen we samen. OS deed het ook met Owen, maar Owen is even afgehaakt. Omdat er een paar updates kwamen en die duurden wat langer. Dus daar wilde hij niet op wachten. Ja. Daar heeft hij geen geduld voor? Nee, heeft hij geen geduld. Wie is de beste gamer van jij of Kelvin? Laatste tijd Kelvin, als ik eerlijk ben. Ja, ja, ja. Hij kan heel goed snipen, man. Oh ja? Ja, echt een goede sniper is hij. Dus daar is hij echt niet normaal goed in. En, ik denk dat hij nu op dit moment wat beter dan is. Vorige keer zat ik met Owen. En toen vroeg ik wie vertrouw jij het minst met jouw spullen? Toen zei hij dat hij jou het minst vertrouwt met zijn spullen. Wie vertrouw jij het minst met jouw spullen? Owen. Ja? Ja. Dus dat die balkaartje terug? Ja. Waarom? Kijk, bij mij heeft hij het niet echt gedaan, maar Owen heeft een bril van Kelvin en die is volgens mij niet teruggekomen als hoe hij hem heeft gekregen. Dus ik denk dat Owen, zeg maar, als ik moet kiezen, Kel is heel netjes, dus dan is de keuze snel gemaakt. Wie is het meest lief, tot slot? Tering. Ik denk toch... Voor mij Owen. Voor jou, Owen? Ja. Maar over het algemeen denk ik Kel. Hoezo dat verschil? Zeg maar, met Owen heb ik echt bijna nooit ruzie. En met Kel heb ik wat vaker ruzie dan ik met Owen heb. Maar over het algemeen is Kel gewoon een hele lieve jongen. En Owen is wat brutaler, denk ik.